Morgen. Ik heb natuurlijk een surprise die moest ik maken, maar mam, het is goed naast ons. Dus daar moesten even zo'n piepschuim hebben, want daar moeten we natuurlijk zo'n duikplank mee maken en andere dingetjes wat je ernaast moet zetten. En we hadden al het trapje al gemaakt. Dus ja, dat moeten we vandaag nog even in elkaar zetten. En we moeten dus het cadeautjes er nog in doen. Dus ja. En jij, mam? We zijn in de Bogaard met iedereen. Hallo, ik ben hier op. Nee, dan doe ik even snel. En het zonnetje schijnt, alleen het is stief koud. Oh, excuus me over mijn taal gebruik. We zitten in een of andere sportwinkel. Perry Sport. Mijn haar zit echt. Connie haar. Ja, mijn haar niet. Ik kon niet meer. Nee, mijn poten doen ook alleen maar zuur. Een gordijslag en ik zie zwarte vlekken voor mijn ogen, dus ik moet even blijven zitten. Kutrut. Zaterdag is vrijdag. Kruisjes aan. Kijk naar de dit is van de film, toch? Goedemorgen, het is zondag. En ik ga zo eten. Ja, ook een lekker gedag, zeg maar. Hoi. Goedemorgen. Ik zag je weinig. Ja. Even noedels maken voor mijn husband. Ja, papa wil niet op de camera komen. Ah. Ah. En ik ga dadelijk nieuwe fiets ophalen. Woehoe. Ik heb haar. En ik heb nieuws. Precies, wacht. Leuk muziekje.
een huis vol met dozen. Want we gaan de kerstboom opzetten dadelijk. We moeten even wachten tot Ron en Rasha thuis komen. Want die zijn nu even naar Hoogvliet om te kijken voor een andere fiets voor ons. Ik ga ondertussen even de kip snijden. Voor het eten vanavond. En dan gaat nu een telefoon, dus die ga ik even opnemen. Dat was mannetje Lies die belde. Wat was ik aan het doen? Oh ja, ik ga de kip even doen. En dan ga ik even bij mijn tutte zitten. Niootje, die is net thuis gekomen. Die heeft geslapen bij een vriendinnetje. Dus, cool pakken. Mijn Ransi, Onesi, hoe noem je dat? Lekker warm. Ja, dus dat ga ik even doen. Was zijn papa zijn muts op? Ik heb er ook een gekocht gisteren. Jona, maar ik heb eigenlijk een YouTube. Hoi. We gaan beginnen. Jij moet niet vergeten om. Eet staat ook klaar. We eten echt de meest bizarre combinatie: macaroni met een bami groentemix en ajam panggang vlees. Dus in principe Ajan Pangang wat we elke zondag eten met rijst, eten we nu met macaroni. Omdat ik heel slecht tegen de rijst kan de laatste tijd. Ja. Oh. Een bak slaan. Het was normaal is lekker, maar voor korte duur. De boom staat wel. Ik moet alleen nog even de ramen versieren en zo en dingetjes ophangen, maar dat komt van de week wel. Oh, het is 6:30 inmiddels. Druk met van alles, maar alles is gelukt. De boom staat, ik moet alleen nog even de ramen versieren en zo. Ras op een nieuwe fiets. Nou ja, Nieuw heeft dan een nieuwe fiets, want voor Ras had hij dan even iets groot. Dus maar is wel mooi. Dus ik vond dat ik wel even foto's van maken. Ik ga me lekker uitkleden, mijn make-up eraf halen en lekker in mijn bed tv kijken. Die wond wat je zag vanmiddag. Ik heb van de week mijn been opengehaald aan het bed. Gewoon aan de rand van het bed. Er zit gewoon stof op, maar ik kan dat. Waardoor ik dus een gigantische winkelhaak in mijn been had. Het was echt groot gewoon. Ja, ik kan gewoon geen infecties hebben of bacteriën. Dus uiteindelijk toch maar een arts gebeld. En die is hierheen gekomen. En die heeft met 2 hechtpleisters het vastgezet. En betadinepleisters erop. En het gaat nou wel wat beter. Ik heb er geen last van, dat niet gelukkig. Poef. Maar het was wel even... Shit. Dus...
Dat is dus wat zacht. Was niet echt lekker. Sorry. Ja, ik ga lekker naar bed. Morgen is weer maandag. En plakken weer twee vlogjes aan elkaar. Want ik heb gisteren ineens afgesloten. Zo mijn nest ingestapt en dikke doei. Dus, maar goed. Ja, morgen weer maandag. Niet veel te doen. Maar morgen niet vloggen. Dat gaat er even niet in zitten. Ik moet niet al meer naar de dokter, want je hebt pijn naar been. Pijn naar voet. Dus moeten we even na laten kijken. En verder is het weer hetzelfde. Hey, bedankt voor het kijken. En doei doei.